Groen, groene, groenst. Dat zijn onze dorpen. En al het groen vraagt om onderhoud. Soms veel, soms weinig. Je zou denken dat het beheer van al het groen een taak van de gemeente is. In een aantal dorpen steken inwoners zelf de handen uit de mouwen. In Oud-Anneveen, Nieuw-Anneveen en Spijkerboor begint de wekelijkse groendag op het terras van de lokale kroeg. Jaap Kuiper is een beetje de aanvoerder van de club en verdeelt de taken. In 2016 stond er een artikel in de Schakel over dat de gemeente voornemens was om pilots zelfbeheer groen in het leven te roepen. En om vrijwilligers, dorpelingen aan te sporen om daar wat voor te doen. Ik ben daar zo bijeenkomst geweest en het jaar erop, in 2017, had ik 16 mensen bij elkaar om dat te gaan doen. Heel veel werkzaamheden waar de gemeente heel blij mee is dat we dat doen. Iedere reis begint met een eerste stap. Ook bij het groenproject in Spijkerboor. Is het alleen het beheer van het groen, het mooie maken van je dorp dat belangrijk is? In Oud-Anneveen, Nieuw-Anneveen en Spijkerboor betekent het veel meer. Prachtig initiatief. Ook een goed initiatief, ook voor de sociale cohesie, het samen doen. Ook om, het is ook een stukje controle, toezicht. En ook voor vervrijing van de dorpen. Ze doen het graag, de 16 vrijwilligers. Samen plezier maken hoort erbij. En van al je inspanningen mooie resultaten zien, is de kers op de taart. En resultaten, die zijn er. En de klemtoon voor mij ligt op met elkaar. In Nijlanden steken ze voor het groen ook de handen uit de mouwen. Iedereen weet langzamerhand wel dat de hoeveelheid insecten fenomenaal naar beneden is gegaan. Met ecologisch bermbeheer geef je de insecten en je geeft planten wel degelijk een kans. Volgens Arie van Haringen en Henk Jonker pakken ze het wel iets anders aan. We willen het graag anders zien. Zoals het gebeurde. En we zijn op een gegeven moment met een clubje bij elkaar gekomen. Zo gaat dat op een dorp. Van wat kunnen we daarmee doen? En hebben we daar een plannetje gemaakt. En zijn toen gaan praten met de gemeente. Voorbereiden, monitoren en regelen zijn hier de kernwoorden. De afgelopen 10, 20 jaar werden de bermen altijd geklepeld. En eigenlijk krijg je maar een hele arme bloemengroei. Geduld is een schone zaak. Bij ecologisch bermbeheer is dat niet anders. De eerste tekenen zeggen dat ze op de goede weg zijn. Voordat zij gaan maaien, wordt de buurt opgebeld door de gemeente en dan wordt het vuil wordt weggehaald. En daar hebben wij pak een beet 25 vrijwilligers voor. Als je zoiets neerlegt bij een gemeenteraad, als er dan initiatief komt vanuit de buurt, zeg maar, dat het dan beter werkt. En dan heb je eigenlijk een soort win-win situatie. Wij willen het graag, eigenlijk wil de gemeente het ook graag. We hebben ons licht opgestoken in andere gemeenten, bijvoorbeeld in Hogeveen, waar ze al 20 jaar, wat zij dan noemen, ecologisch bermbeheer toepassen. De bermen worden 1 of 2 keer per jaar worden ze gemaaid. Wat afgemaaid wordt, blijft 2-3 dagen liggen. Dan kunnen poppen en larven van insecten naar beneden vallen, zaden kunnen achterblijven. En dan wordt het maaisel wordt afgevoerd. Er wordt wel eens gezegd dat inwonersinitiatieven zijn gekaapt door eigenwijze mannen van 65 jaar of ouder. Of Nijlanden zich daarin herkent? Ik denk wat wel waar is. We moeten nog een excuus hebben. We moeten een excuus hebben waarom wij beide bijna kaal zijn. Feit is wel dat ons werkgroepje, daar zijn wij de twee ouwetjes, en de anderen die zijn een jaar of 30, 35.